opstellingen van beide ploegen beginnen bij Roda JC. Saïs keert terug van een schorsing, terwijl K juist geschorst is. Wauw speelt achterin in plaats van Bodor. In de aanval Hadouir, Matondo en Lama. Spits Oper is trouwens door een Achillespeesblessure voor de rest van het seizoen uitgeschakeld. Dan Ajax. Edgar Davids is nog geschorst. Opvallend is dat Siem de Jong op het middenveld speelt achter de spits, omdat Perez doorschuift naar de aanval. Suarez is gepasseerd. De aanvaller is volgens Koster te vermoeid na een WK-kwalificatiewedstrijd met Uruguay tegen Colombia. Suarez scoorde afgelopen woensdag in dat duel vlak voor tijd de 2-2 en daarmee bezorgt hij zijn ploeg alsnog een punt. En dan hoort u Leo Driessen. Van 1977 tot 1979 was hij speler bij Roda JC en van 91 tot 93 actief als trainer. En nu is hij de coach van Ajax, Adrie Koster. Een beetje kort gegeven door de Jong en dan fel doorgaan van TOT. De blessure van Bruno Silva wordt veroorzaakt door TOT, zo is het. Maar het komt allemaal voort uit het feit dat de Jong de bal niet zo lekker geeft. De Heitinga is dan boos. Het paasje van de Jong is wat kort. En dan TOT, ja, dat is blind ingaan met gestrekt been. Kijk, Bruno Silva is veel pijn en dat was toch een gele kaart waard. Ook Araru gaat zich al warm lopen voor de zekerheid. Cabri, goed gestoord. Kennedy goed meegegeven aan Gabri. Er is weer ruimte. Perez kan daar net niet bij de bal. Ja, hij kan wel bij de bal, maar niet voldoende richting aangeven. Mogelijkheid voor Ajax op die manier voorbij. Hij wil weer terug, Bruno Silva, en mag dat ook. Heitinga. Eerste kwartier is voor Ajax. Hier weer ruimte voor Huntelaar. Huntelaar laag en hard gegeven. Castro doorziet het. Maar weer ruimte voor hem. Suarez dus op de bank. Voorlopig. TOT. Jansen, TOT. Hadouir. Zo sluipt Roda een beetje de wedstrijd binnen. Omdat Ajax wat slapjes gaat meevoetballen. Zo slap als Roda begon aan de wedstrijd. Als Ajax daarin meegaat, komt Roda in de wedstrijd en komt het zelfs aan scoren toe. Ja, het zat er een klein beetje aan te komen. Lama is de maker. En Ajax begint goed aan de wedstrijd. Lijkt niets aan de hand. Een kwestie van tijd om te scoren. Dan wordt het toch wat slapper allemaal. En uiteindelijk is Lama de man die dan van die zeg maar wat mindere concentratie bij Ajax kan profiteren. Al doet hij het individueel natuurlijk ook wel erg aardig. Doorgelopen is Kennedy met wat vrijheid. Kennedy, ja, tegen de hand aan. Geen appel, niks aan de hand. Saïs is de man die de bal toch tegen de hand aankrijgt. Maar de assistent scheidsrechter, dan gooit de vlag niet omhoog. En Dumini staat te ver weg, denk ik. Heeft wel geel over voor protesteren. En hier is Kennedy. En dat is de hand van Saïs. Ja, dat is een strafschop. De paas van Gauri. Uiteindelijk komt het nog goed. Hier is Kennedy. Niet bij Huntelaar. Lindgren. En die bal zit erin. Maar die zal niet geteld worden. Omdat er wat pogingen zijn gedaan om Castro de grond in te boeren. Door Heitinga. Lindgren komt en Heitinga gaat voor de zekerheid Castro tegenhouden. Dus is dit geen treffer. Bruno Silva. Met wat ruimte. Hadouir komt mee terug, maar is te laat. En hier is de ruimte voor Huntelaar. Huntelaar die ruimte niet moet geven, want dan zorgt hij voor de gelijkmaker. Het is alweer zijn 22e van het seizoen. En onterecht is het niet dat Ajax op gelijke hoogte komt. De voorzet van Bruno Silva. Terugkomt is van de Jong. En dan hier Huntelaar die de tijd krijgt om aan te nemen en uit te halen. En die combinatie gunnen aan Huntelaar is dodelijk. Aannemen, uithalen, treffer. Zeker dit seizoen. 1-1.
Ajax gaat beginnen aan de tweede helft. Doet het met twee andere mensen op de vleugel. Roemendaal voor Kennedy. En aan de andere kant Suarez in de ploeg voor Perez. Die aan de linkerkant diende te spelen, maar dat praktisch niet gedaan heeft. Lindgren. Suarez. De Jong maakt de bal goed vrij voor zichzelf. Zoekt dan Huntelaar en vindt hem geen buitenspel. Huntelaar. Geen treffer. Prachtig aanval van Ajax. Ingezet door De Jong. En niet met een doelpunt besloten tegen zijn gewoonte in. Door Huntelaar. Hadouir. Vermalen. Weggelopen is Suarez. Suarez. Aangetikt. Suarez. Ja, langs twee man. En dan Wauw, die blijft staan. Die ontvangt dan een gele kaart ook. Vrijtrap komt van Bruno Silva. Die gaat er in één keer in. Het is gevlacht door de assistent, dus wordt het geen treffer. Ajax juicht, maar juicht te vroeg. Hij steekt de vlag omhoog. De vrije trap van Bruno Silva. Het is wel buiten spelpositie van een aantal Ajax-ieden zelfs, maar ze raken de bal niet aan. En is het dan vanwege het hinderen van de doelman dat er afgefloten wordt? Daar laten we het maar op houden. Bodor. Matondo. Hard geschoten. Stekelenburg ligt in de hoek. Hij ziet de bal naast gaan. Kan hij eens nog een opening vinden? Hier misschien via Roemendaal. Ja, die loopt door. Castro is alles kwijt en Roemendaal is supersnel. Geeft die bal nog voor, maar er is helemaal niemand van Ajax om daarvan te profiteren. Verkeek zich volkomen Castro, maar het blijft zonder gevolgen. Roemendaal, De Jong bij Huntelaar. Ja, Huntelaar hard en van dichtbij stond daar nog Heitinga, maar die komt daar niet aan. Huntelaar haalt uit. Castro, hoe hij het doet, doet hij het. Maar hij doet het zo dat ook de rebound niet mogelijk is. Spel mag door. Bodor. Daar is Van Tornhout. Vermalen. Wil hem van de bal aflopen. Dat lukt maar half. Hier is Hadouir. En zo komt Roda op voorsprong. Omdat Ajax daar achterin klungelt via Vermalen. Die zo sterk speelt. Maar hier gruwelijk de fout in gaat ten opzichte van Van Tornhout. En zo komt de ploeg die daar eigenlijk minste aanspraak op mag maken. Maar wat doet dat er toe op voorsprong? Vermalen lijkt het hier te klaren. Maar Van Tornhout denkt daar anders over. En heeft daardoor de gelegenheid de bal voor te geven bij Hadouir. En die komt keurig hard binnen. Ajax mag gooien. Heeft nog dik 10 minuten om in ieder geval de gelijkmaker te forceren. Bruno Silva. En daar is de poging van De Jong, maar niet hard genoeg om Castro te verslaan. Gabri. Bal wordt doorgekopt. Castro redt weer De Jong. Roemendaal. Geduwd is er door Gabriel of gehinderd. Althans, zo besluit Gumini. Gabriel krijgt een duw trouwens. En er is dus eigenlijk helemaal niets aan de hand. TOT. Lama. Lama. Met grote passen. Zoals Lama dat kan. Roda, Van Tornhout, Lama, Roda nog naar meer ook. Nou, er is de uitgelezen mogelijkheid, maar Stekelenburg voorkomt dat Van Tornhout scoort. Dat zou ook wel wat te veel van het goede zijn geweest. Uh,
En Lama heeft de bal. Het zit wel goed voor Roda. Zoals het deze hele middag eigenlijk wel heeft meegezeten voor de ploeg van Raymond Arteveld. Dat de overwinning viert alsof de Europa Cup wordt gewonnen. Roda komt natuurlijk uit een diep dal met nog geen enkele winst in 2008. En dan is deze zeer welkom. Ook omdat hij op Ajax is. Ajax dat meer verdient dan deze nederlaag. Maar toch ook bij zichzelf te raden moet gaan. Kansen liet liggen. En trutste op momenten dat dat niet kon. En daardoor verliest de ploeg van Koster hier in Kerkrade met 2-1. Hoe verklaar je dat jullie winnen? Nou ja, omdat je weet op een gegeven moment dat Heitinga ervoor gaat spelen. Omdat zij moeten winnen. Dan weet je ook dat je daar ruimte krijgt daarachter. Ja, dan moet hij een keertje goed vallen. En dan hebben we denk ik geluk met Hardouwier met een kopbal. Want dat is uniek voor hem. We hebben twee cadeautjes weggegeven. En we hebben zelf legio mogelijkheden gehad, maar we hebben ze niet benut. En dat kun je jezelf verwijten. En aan de andere kant vond ik ook dat het arbitrale trio toch ook wel een rol van betekenis speelde in deze wedstrijd. De handsbal in de 16, dat is voor mij een duidelijke penalty. Maar dat zijn wel cruciale momenten en die bepalen wel het verloop van de wedstrijd. Die krijgen we niet. Een tweede helft een vrije trap door Bruno Silva die er gewoon in één keer ingedraaid wordt. En dan vraag ik me af, hoe kan het in godsnaam buitenspel zijn als die door niemand aangeraakt wordt? Waarom keurt u hem af? Wel, de assistent heeft eigenlijk het doelpunt afgekeurd omwille van hinderlijk buitenspel. Dus de speler van Ajax gaat daar een duel met de keeper van Roda. Terwijl dat hij buitenspel stond op het moment dat de bal vertrok. Vandaar dat de assistent buitenspel aangegeven heeft. En ik het doelpunt heb moeten afkeuren. Ja, dat is dus Huntelaar die op dat moment Castro hindert. Dat is de reden. Ja, inderdaad.